11 en 12 juni is de komende geluksroute. Afgelopen jaar heb ik ook meegedaan met de geluksroute. Om het geluk te delen binnen de stad Eindhoven. Toen zijn we complimenten gaan inzamelen in de bibliotheek. En die complimenten zijn opgenomen en vervolgens digitaal verstuurd naar degene die deze complimenten ging ontvangen. Komend jaar ga ik zeker meelopen als geluksplukker. En misschien ook nog als geluksbrenger. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen stilstaat bij zijn eigen geluk. Dus ik hoop jullie ook te zien. Ik sta bij de geluksroute. Bij de Before I Die muur op zaterdag 11 juni. En dat doe ik omdat ik het heel leuk vind om dingen wat wij gelukkig maakten te delen met anderen. Ik zou iedereen op willen roepen om ook mee te doen aan de geluksroute. Ik zelf geef dit jaar voor de tweede keer een workshop. Het is heel leuk om weer met hele andere mensen in contact te komen tijdens zo'n workshop. En ik vind de geluksroute ook een hele fijne sfeer hebben. En daarnaast vind ik het een super mooi initiatief en vind ik het fijn om de aandacht aan te besteden. Dus door mee te doen en mijn geluk te brengen, hoop ik voor de anderen dat hij het geluk kan ontvangen en dat er meer aandacht komt voor dit onderwerp. Je kunt allerlei dingen doen. Kijk maar op de site. Het is te gevarieerd om allemaal nu op te noemen. Je kunt zelf meedoen als geluksbrenger. En ik weet het, in ieder van ons zit zo'n geluksbrenger. Dus meld je aan of kom proeven van al dat geluk. www.geluksroute040.nl. Tot dan!